kijkers van YouTube. YouTube, hoe is het eigenlijk? Welkom bij een kijkje achter de schermen van de opnames van de nieuwe single. We zijn in Rosmalen, in de studio, bij Jan Vis. Nou, dit is de studio Rosmalen. Of, zoals de mensen in het Westen zeggen, studio Rosmalen. Studio Jan Vis. Studio Jan Vis. Laten we gelijk eventjes doorlopen naar de studio, want dat is misschien... Het is nu nog vroeg, maar gaat het er ongeveer zo uitzien? Oh, wacht, dit is een plopkap, dames en heren. Die gaat hier zo voor. Dat heeft te maken met Essen, denk ik ook wel. Hier zit dus zeg maar 50 jaar speeksel van allerlei muzikanten. Allerlei zangers zit hier in. Ja, ik zal geen namen noemen, maar ik ruik ze wel. Die hangt hier zo voor en dan ga ik dus straks... hey, de bel. Okay, laten we gaan kijken. Jeez, is dat helemaal vol. Hoi Jeroen. Hoi Jeroen. Hoi. Hallo. Hoi. Hoi Jeroen. Ja, die moet zo komen. Ja. Oh, moet wel. Maar ik krijg nog een kans om op te treden. Hè? Er zijn veel kerstpakketten en speeches met een boodschap voor iedereen van ons kantoor. Het is de meest gelukkige tijd van het jaar. Met een kerstfeest bij Holla waar iedereen bij is, hier in Kleinspijk. Met elkaar heel veel delen en kerstclips opnemen, collega's bijeen. Waar schrijf je uren als een gek? Ja, misschien een dat je doet alsof je in een koek zit. Collega's bijeen. Collega's bijeen. Het is de meest gelukkige tijd van het jaar.